Goedenavond, welkom klanten en niet-klanten bij het 14e webinar van ASN Bank. In de eerdere webinars over beleggen ging het vaak over het hebben van een lange beleggingshorizon, dat dat belangrijk was. En daardoor kregen wij veel vragen van wat oudere klanten, zeg 50 plus, die vroegen, ja, heeft het voor mij dan wel zin om te starten met beleggen? Nou, die vraag kwam zo vaak dat we dachten, daar gaan wij speciaal een webinar aan wijden. En dat is dus vanavond. Wij denken dat het wel zin heeft om te starten met beleggen na uw 50ste. Maar er zijn wel randvoorwaarden, het moet bij u passen. En op al dat soort aspecten gaan we in dit webinar in. Zoals u van ons gewend bent, doen we dat met twee specialisten. Iemand van de bank en een onafhankelijk specialist. En degene van de bank is vandaag Ingmar Soek. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Jij bent productmanager beleggen en ook een beleggingsman al. Ja, je hele werkzame leven eigenlijk. Ja. Ja, ik kom zo even op terug. En Anja van Zandbergen, financieel planner. Dus jij bent zelfstandige en als zelfstandige geef je financieel advies. En Anja is ook speciaal gevraagd, want zij was financieel planner van het jaar in 2020. Klopt. Ja, dat was een mooi hoogtepunt, denk ik, in jouw carrière. Ja, zeker. Ja. Als het gaat over beleggen op oudere leeftijd, ik denk dat wij zo, schat ik in, alle drie, van mezelf weet ik het zeker, de 50 gepasseerd zijn. Hoe oud ben jij? Ik ben 53, dus ook de 50 gepasseerd. Ja, en beleg jij? Ja, ik beleg al een hele tijd. Ik zit altijd mijn hele leven in de financiële wereld. Dus ik ben ermee grootgebracht, zeg maar. Ja, dus voor jou is het gewoon iets wat hoort, beleggen, sparen, bankrekening. Ja. Hoort bij je pakket. Heb je een speciaal doel waarvoor je belegt? Nou, niet echt een specifiek doel. Maar ik vind het wel belangrijk om op een gegeven moment financiële vrijheid voor jezelf te creëren. En dat vind ik zelf een heel mooi doel. Ja, en als zelfstandig ondernemer heb jij natuurlijk nu niet meer een werkgever die jouw pensioen maandelijks aanvult, hè? Dus, nee, klopt. Dus ook wel daarvoor moet ik geld opzij zetten. Ja. Ja, absoluut. Ja. En Ingmar, hoe oud ben jij? Ik ben 56, word binnenkort 57. Ja, en ja, je hebt natuurlijk veel verstand van beleggen. Doe je het zelf ook heel actief? Niet meer. Ik ben ooit op mijn 20ste begonnen met speculeren. Daar heb ik een boel van geleerd. Ook dat speculeren niks voor mij is. En vanaf mijn 30ste ben ik begonnen met beleggen. Ja. En dat doe ik nog steeds. Eigenlijk mijn hele leven eigenlijk al voor de rest. Ja. En en bij de bank, wat is dan jouw taak als productmanager beleggen? Ja, eigenlijk alles wat als iemand bij de bank komt beleggen, alles wat je tegenkomt, daar heb ik zeg maar meegeholpen. Dat begint bij het openen van de rekening, het kopen van een fonds, informatie over het fonds, de tools. Alles wat je rondom beleggen, daar heb ik meegeholpen met de bouw. Ja, dus wat op zo'n website toek gaat, dat kost best wel veel tijd om dat allemaal daadwerkelijk absoluut te realiseren. Ja, logisch. Ja. Nou, mijn naam is Judith de Bruin en ja, ik ben 60 jaar en ik beleg al een jaar of 25, want ik ben al heel lang zelfstandig, dus ik beleg voor mijn pensioen. Goed, dit webinar is alleen bedoeld ter informatie. Dat willen we wel heel duidelijk maken. En mag niet worden gezien als een aanbod om te gaan beleggen of als een beleggingsadvies. Beleggers moeten zich altijd heel goed informeren voor ze een keuze maken. En als u meerdere bronnen raadpleegt, dan is dat betrouwbaarder informatie. We kunnen u geen advies geven, ook niet vragen over uw persoonlijke situatie. Met dit webinar willen we u een basisset aan informatie geven. En dan kunt u zelf verder kijken en beslissen wat u doet. En ook Anja, die bij ons is zelfstandig, onafhankelijk. Dus wat zij zegt, daar hebben wij geen invloed op. Dat doet zij op persoonlijke titel. Dus dat is belangrijk om even te vertellen. Ja, u kunt dus vragen stellen, dan wel niet over uw persoonlijke situatie, maar wel andere vragen. Die proberen we hier in het webinar ook te gaan bespreken. Dus doet u dat gerust. Mocht het zijn dat uw vraag niet aan de orde is gekomen in het webinar, dan ontvangt u over enige tijd een mail met het antwoord daarin. Het kan zijn dat het niet lukt om het hele webinar aanwezig te kijken. Nou, vanaf morgen staat het webinar op de website van asnbank.nl. En daar kunt u dan het webinar alsnog bekijken. Daar staan ook andere webinars over andere onderwerpen die misschien voor u ook wel heel interessant zijn. Nou, we vragen u af en toe zelf ook een vraag in het webinar. Een poll, een enquêtevraag. Vinden we het leuk als u aan meedoet? En als u behoefte heeft aan een groter scherm om alles wat beter te kunnen lezen, rechts onderin ziet u een pijltje. Als u daarop drukt, dan flapt het uit en dan heeft u
de boel wat scherper in beeld. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. En dan kom ik nu tot de vier blokken die we in dit webinar gaan bespreken. We gaan eventjes in op de belangrijkste zaken die, wat is beleggen? Even korter doorheen. Vervolgens gaan we kijken, bepaal uw spaarbuffer, wat dat is en waarom dat belangrijk is. Dan over die beleggingshorizon. En tot slot, als u dan zou willen gaan beleggen, wat zijn dan de mogelijkheden in de beleggingsproducten? Dat is wat we gaan doen. Ik begin met een vraag aan u. We gaan er even van uit dat u nog niet belegt. En als dat inderdaad zo is, dan is de vraag, waarom belegt u nu nog niet? Heeft u er geen geld voor? Vindt u het te risicovol? Denkt u dat u er te oud voor bent? Of is het een andere reden? Nou, het kost altijd even tijd voordat alle antwoorden hier binnen zijn. Dus we gaan verder met het webinar en komen later terug op de uitslag van deze eerste poll. En dan dat eerste blok. Wat is beleggen? Blok 1. En dan keer ik mij even naar Ingmar als specialist op dit gebied. Kun je ons even meenemen door de belangrijkste begrippen van beleggen? Graag. Laat ik beginnen met een heel belangrijk onderscheid te maken. Want wat je ziet in de praktijk is dat beleggen en speculeren worden vaak op één hoop gegooid. Dat lees je op vaak terug in de kranten. Dan hebben ze het over beleggen in crypto's. Eigenlijk bedoelen ze dan bijna altijd speculeren. Dus goed om dat onderscheid van begin af aan te maken. En als we het hebben over speculeren, wat bedoelen we daar dan mee? Speculeren, dat is iets wat je voor de korte termijn doet. Korter dan 3 jaar. Vaak heel gericht op 1 aandeel of een cryptovaluta of wat dan ook. Vaak met veel risico. Dus als het goed gaat, verdien je veel. Gaat het mis, verlies je ook veel. Dat is eigenlijk wat speculeren is. Beleggen is iets anders. Beleggen gaat over de lange termijn, gaat over spreiden en is eigenlijk veel saaier en ook veel minder risicovol. Ja, dus eigenlijk dat plaatje illustreert het mooi. Een plantje wat langzaam uitgroeit tot een boom, tot een soort jackpot die je wel of niet raakt met veel kans op. Ja, kan alle kanten op gaan. Hè? Ja, het is een beetje een casino, speculeren. Nou, laten we dan eens gaan naar wat zijn aandelen. Ja, omdat als je het hebt over beleggen, dan zijn de twee belangrijkste categorieën waarin je kunt beleggen zijn aandelen en obligaties. We beginnen met aandelen. Wat is een aandeel? Een aandeel is een bewijs van mede-eigenaarschap van het bedrijf. En dat aandeel kun je ook weer verhandelen. Maar echt, als je een aandeel koopt, word je mede-eigenaar van een bedrijf. En dat kunnen hele grote bedrijven zijn, zoals Disney of Apple of Philips of ASML. Als mede-eigenaar heb je ook recht op een deel van de winst en dat wordt dividend genoemd. En daarnaast, het aandeel vertegenwoordigt een deel van het bedrijf. Dus als het bedrijf succesvol is, groeit succes en meer waard wordt, wordt ook je aandeel meer waard. En dat noemen we ook wel koersstijging. Andere kant is ook waar, als het bedrijf failliet gaat, wil je ook je geld kwijt. Precies. Met obligaties is dat risico een stuk minder, maar wat is dat dan precies? Een obligatie is eigenlijk niks anders dan een lening die je verstrekt. Je leent geld uit. En waarom noemen we het dan een obligatie? We noemen het een obligatie omdat je hem kunt verhandelen. Dus het is een verhandelbare lening. Op de beurs kun je hem gewoon doorverkopen, die lening. Bekende obligaties zijn leningen die je verstrekt aan bijvoorbeeld de staat. Dat noemen we dan een staatsobligatie. Daarmee leen je geld uit aan bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Die geeft jou dan ook daar rente voor terug als beloning. Waardering is denk ik niet het juiste woord, maar dat is ter compensatie, omdat je bereid bent om geld uit te lenen. Heeft een vaste looptijd, het kan 3, 5, 10 jaar zijn. En over het algemeen, en zeker als je geld uitleent aan bijvoorbeeld de Nederlandse staat of aan de Duitse staat, dan loop je veel minder risico dan met aandelen. Ja. Als het gaat over die risico's met aandelen, ja, we zijn natuurlijk altijd een beetje bang dat we al ons geld kwijt kunnen raken. Met beleggen, is dat mogelijk? Ja, ook met beleggen kun je je geld kwijtraken. Maar met name als je niet spreidt. Dan loop je ook het risico met een aandeel dat je je geld kwijt kunt raken. Ik heb daar 2 voorbeelden van. Het eerste voorbeeld is Philips. Als je daar was begonnen om daarvan aandelen te kopen in 2020... dan was je nu ongeveer je geld nog de helft waard geweest. Nou, dat is nog niet alles kwijt, maar dat is toch niet fijn. We zijn met een gemiddeld wat ouder publiek. Ik denk dat de meeste mensen zich het bedrijf Fokker nog wel zullen herinneren. Heel mooi, roemerig bedrijf. Maakte fantastisch goede vliegtuigen, werden over de hele wereld verkocht.
toch uiteindelijk ging het met het bedrijf niet goed en is het midden jaren 90 is het failliet gegaan. Dus als je alleen maar had belegd in het bedrijf Fokker, dan was je je geld kwijt geweest. Ja, en de remedie voor deze risico's is spreiden. Spreiden. Ja, spreiden over... veel bedrijven. Ja. Ja, het plaatje laat het eigenlijk heel goed zien waarom spreiden zo goed werkt. Is je verdeelt, je gaat niet meer op één paard wedden, maar je wedt... Ja, wedden is misschien niet het goede woord in deze context, maar je gaat spreiden over veel bedrijven. Want wedden, dat zou je weer kunnen associëren met speculeren. En dat is wat je hier niet doet. Je gaat gewoon je geld verdelen over heel veel goede bedrijven. En het principe is eigenlijk heel simpel. Ga je geld op één bedrijf zetten en gaat het met dat bedrijf mis, kun je je geld kwijtraken. Ga je je geld spreiden over 100 bedrijven. Stel nu weer dat het bedrijf Philips het uiteindelijk niet goed doet. Is het maar 1% van het geld wat je hebt ingelegd. Dus uiteindelijk ben je dan maar 0,5% van je geld kwijt. Het is een groot verschil of je de helft van je geld kwijt bent of maar 0,5%. Dus dat is eigenlijk de basis voor spreiden. Ja, en dan kun je ook nog eens spreiden tussen aandelen en obligaties. Ja, dat is ook een fantastische manier om te spreiden. Dat je je geld verdeelt over beide. En wat je vaak namelijk ziet, is dat er zijn best wel veel periodes dat aandelen in waarde dalen en obligaties in waarde stijgen. Dus dan compenseert het een het andere. Dus dan heb je door nog meer te spreiden, heb je nog een betere balans tussen risico en rendement. Ja, en hoe maak je dan een keuze voor dat risico en rendement en het spreiden tussen aandelen en obligaties? Als je gaat kijken naar, zeg maar, naar termijn, als je in dit plaatje kijkt, kijk je vanaf 2, 3, 4, 5 jaar. Dat is dus, zeg maar, je leeft nu in het jaar 0 in dit plaatje en dat loopt dan zo door. Dus stel je hebt je geld beschikbaar voor 3 jaar, dan kun je beginnen met het beleggen in obligaties. Dan is het misschien wel heel verstandig om dan wat veiligere obligaties te nemen, bijvoorbeeld staatslening aan de Nederlandse staat. En hoe langer je horizon is, hoe meer je ook in wat meer risicovolle dingen kunt beleggen, zoals aandelen. En dan moet je gaan denken aan een termijn van 10 tot 15 jaar. En je kunt ze dus ook mixen met elkaar. En dan kun je ook ergens in het midden gaan zitten. Ja, nou, daar gaan we ook nog later in het webinar op terugkomen, hoe dat er dan uit gaat zien, die resultaten van dat mixen en hoe u dat kunt doen. Maar eerst ga ik kijken wat u geantwoord heeft op de vraag. Ik beleg nog niet omdat, nou, 8% zegt ik heb er nu geen geld voor. 42% vindt het te risicovol. 19% zegt, nou, ik denk dat ik er te oud voor ben. En 32% heeft een andere reden. Maar dus te risicovol is dus de grootste groep, 42%. En daar gaan we natuurlijk ook nog zeker naar kijken hoe u ervoor kunt zorgen dat, en Ingmar gaf net al wat voorbeelden, u dat risico kunt verminderen. We gaan na de spoedcursus naar de tweede stap. Bepaal uw spaarbuffer. En dan kom ik bij jou, Anja. Wat is de eerste stap die je moet gaan zetten als je overweegt of je kunt gaan beleggen, of dat verstandig is? Dat is inderdaad... De allereerste stap is naar mijn idee inzage krijgen in jouw eigen financiële situatie. Wat komt er binnen qua inkomen en wat wil ik uitgeven? En met wil ik uitgeven zit de vaste last, hè, dus dat moet je uitgeven. Maar ook zaken als bijvoorbeeld die voor iedereen het leven leuk maken. Hè. Dan denk ik aan vakantie, dan denk ik aan hobby's of uit eten gaan. Ja, dat zijn wel zaken waar je rekening mee moet houden. Daarnaast is het ook altijd handig om een buffer aan te houden. Een buffer is geld wat je wellicht in de toekomst nodig kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Die heeft onderhoud nodig, maar je weet nooit hoeveel dat gaat kosten. En het valt altijd tegen. Je huis moet geschilderd worden. Dat soort zaken. Dat kan je heel goed zelf uitrekenen. Middels op de site van het Nibud. En ik denk dat iedereen wel weet wat het Nibud is, maar voor degene die dat niet weet... Nederlands Instituut voor Budgettering of zo? Ja, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een organisatie die belangeloos burgers bijstaat in financiële zaken. Mm-hmm. Zij hebben een hele mooie tool ontwikkeld om je buffer te berekenen. Je kan dan zelf je eigen financiële situatie invoeren. Onder andere, hoeveel kinderen heb ik? Wat is mijn inkomen? Heb ik een auto? Heb ik een koopwoning, huurwoning? Dat soort zaken. En dan geeft de tool uiteindelijk wat je aan buffer moet
aanhouden. En dat betekent dus dat je daar geen risico mee kunt lopen. Nee, dat moet je gewoon hebben staan om het op te, dingen op te vangen. Maar nu nou gelijk een vraag van, voor Anja van Saskia. Kun je beleggen met een klein budget? Dus stel dat er uit die, buffer, die spaarbuffer blijkt, nou, het is 2000 euro. Ik noem maar wat, misschien denkt zij aan andere bedragen. Maar is er een minimumbudget om te kunnen beleggen? Nou, laat ik even allereerst antwoord geven op de eerste vraag, hè, van, ja? van Saskia. Kan ik beleggen met een klein budget? Jazeker. En op het moment dat je, je uitgaven en inkomsten helder hebt, weet je ook hoeveel je per maand overhoudt. En stel dat het ik noem maar wat, 500 euro is, zou je best kunnen overwegen om daar 250 euro maandelijks van te gaan beleggen. Ja, dus je kan kijken wat hou ik maandelijks over of wat heb ik over aan het geld op mijn spaarrekening. Ja. En daar zit niet een minimum aan. Misschien moet ik maar kijken. Nee, absoluut niet. Nee, wij zeggen vanaf 20 euro kun je beginnen met beleggen. Oh, goed. Dat is een helder, duidelijk antwoord. Oké, maar stel, nou, ik wil geld laten groeien. Hè, want we hebben het natuurlijk over hier, dat u naar kijkt, want u denkt, ik wil mijn geld laten groeien. Sparen is niet altijd met de lage rente zo rendabel. Wat zit er nog tussenin, tussen sparen en beleggen, om je geld te laten renderen? Nou ja, allereerst is het belangrijk om te kijken naar, heb ik zelf nog schulden? En dan bedoel ik niet je hypotheek. Want dat, daar gelden andere fiscale regels voor. Maar schulden als het gaat om je auto of schulden voor, op afbetaling, dat zijn dure schulden. En het rendement wat je op je beleggingen maakt is altijd lager dan de rente die je op die schulden betaalt. Dus los eerst die schulden af, anders ben je gewoon een dief van je eigen portemonnee. Je zou ook kunnen kijken naar het verduurzamen van je woning. Dat levert rendement op in de vorm van een verlaging van je maandlasten. Je energienota wordt verlaagd. En dan kom je weer terug op de vraag van Saskia. Dan kan je natuurlijk heel mooi zeggen, die besparing, daarmee ga ik maandelijks kapitaal opbouwen. Geld was je toch al feitelijk, nou ja, dat had je al, was al weg, hè? Dat ging naar die energiemaatschappij toe. Hou je nu over? Nou, hoe mooi is het dan om daarmee te gaan starten? Aha. Nou, en dan blijft er wellicht nog geld over. En dat zou je dan echt voor de langere termijn, afhankelijk van je risicoprofiel, weg kunnen zetten. Ja, dus het is niet alleen belangrijk hoeveel geld je hebt, maandelijks of vast, maar ook hoe lang je het kunt missen. Zeker. En dan komen we op dat begrip van die lange termijn en die beleggingshorizon. Kun je ons uitleggen waarom het belangrijk is om veel tijd te hebben? Ja, daar wil ik deze grafiek bij gebruiken als hulpmiddel. Wat u hier ziet is een grafiek waarbij aan de linkerkant zie je een index, maar je kunt er ook gewoon euro's voor lezen. Dus, waarde eigenlijk van een... Ja, ja. Zoiets. Ja. Op de x-as horizontaal zie je de data. Dat begint bij 1987 en loopt door tot 2023. En wat je hier ziet, als je over die hele periode had belegd in een heel goed gespreide hoeveelheid aandelen, met 3000 aandelen, wereldwijd gespreid. Dat wordt dan ook de MSCI-index genoemd, dus een wat technische term, maar veilig gaat het over 3000 bedrijven die wereldwijd opereren. Als je begon met 100 euro, dan was die 100 euro in 2023 1400 euro waard geweest. Mm-hmm. Maar ga je naar deze grafiek kijken, dan zie je twee dingen. Je ziet hem ten eerste, de lange termijn zie je hem omhoog gaan. Maar in de tussentijd zie je best heel veel fluctuaties. En die fluctuaties tussendoor, daar schrikken mensen vaak van. Hè, want dat is het risico wat je op korte termijn ziet. Wat mensen vaak vergeten is dat je dus op de lange termijn een stijgende lijn ziet. En dat niet alleen vanaf 87, maar ook over langere periodes zie je dat als je maar geduld hebt, dat je uiteindelijk een rendement tussen de 6 en 8% per jaar kan halen met aandelen. Maar er horen wel van die fluctuaties bij. Nou, ik heb er gelijk een vraag over binnengekregen die ik jou wil stellen. Mm-hmm. Ik ben gestopt met beleggen toen de waarde van de aandelen daalde. Geen rendement toen behaald, zelfs verlies heb ik te vroeg verkocht. Maar hoe lang moet je volhouden bij het dalen van waarde van aandelen? We zijn nu 70 jaar. Ja. Leuk, dank u wel voor de vragen. Ja, ten eerste alle begrip voor dat je ervan schrikt. Ja, of de dat beurs je denkt, oh. Ja, oh ja, dat is dat gevoel van dat je ziet dat de waarde minder waard wordt. En dat je gaat rekenen van, oh, dat geld had ik ook kunnen gebruiken om op vakantie te gaan. Of ik had een mooi ding ervan kunnen kopen. Gevoel is heel herkenbaar. Maar toch, leert de ervaring. Ik kan niet voor deze mensen specifiek spreken, maar in het algemeen gesproken leert de ervaring, blijf zitten als je goed gespreid belegt. Dat is wel een voorwaarde.
blijf gewoon zitten, heb geduld en pak die lange termijn. Dat is het, dat uiteindelijk leert ervaring dat dat de beste kans op een goed rendement oplevert. Ja, dus wanneer, hoe lang volhouden bij het dalen van waarde? Nou ja, net zo lang tot je, als je het kan missen, hè, denk ik. Ja, zeker? Dat is denk ik het goede antwoord. Ja, ja. Ja. Pak weer de beleggingshorizon en heb geduld. Ja, heb geduld. Nou, leuk. Mooie vraag. Is het dan ook zo dat je geld vaststaat als je die lange termijn kiest? Ja, dat is een misvatting die ik vaak hoor. Dat mensen zeggen, oh, dus als ik bij de ASM-bank ga beleggen, dan staat mijn geld vast voor de lange termijn. En nee, niet. Als jij belegt bij de ASM-bank en jij geeft vandaag een opdracht om je fonds te verkopen, je doet dat dan weliswaar voor 3 uur, want dat is de tijdlimiet, dan staat het de dag erop, staat het op je rekening, ja, als het ook een beursdag is. Dus ja, dat gaat heel snel. Ja. Waarom blijven wij elke keer herhalen van doe het voor de lange termijn? Dat gaat puur over je rendement. Want als je tussentijds gaat verkopen, omdat je het geld misschien wel nodig hebt, dan is het risico groter dat op dat moment de waarde lager kan zijn dan waarmee je gestart bent. En dat is wat je juist niet wil, want je belegt juist om rendement te halen. Dus waar, beleg met de intentie voor de lange termijn, maar wees niet bezorgd. Als je het geld nodig hebt, kun je er heel snel bij. Ja, het staat niet vast. Het staat absoluut heel goed. Niet vast. Oké, okay, ja, we zijn wel benieuwd waar u voor zou gaan beleggen. Als u dat overweegt, wat is dan uw doel bij het beleggen? Is dat A, gewoon meer rendement halen dan met sparen? B, een aanvulling op uw pensioen? C, voor uw kleinkinderen? D, de nalatenschap of een hele andere reden? Fijn als u dat even invult. We gaan zo wat later de resultaten bekijken. Maar we gaan naar het derde blok. Bepaal uw beleggingshorizon. En in dit blok gaan we ook wat voorbeelden geven van waarvoor je kan beleggen en hoe dat er financiële plaatje er dan uit zou kunnen zien. Nog even over dat woord, beleggingshorizon. Wat is dat? Heb je daar een definitie voor? Ja, dat is eigenlijk de tijd dat je het geld niet nodig hebt om van te leven. Dat is even in het kort wat beleggingshorizon is. En dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk van uw eigen financiële situatie. En wensen uiteraard ook, hè, van wat wil ik? Ik ga straks nog ook even een voorbeeld geven om dat te illustreren. Ik ga er nu... Ja, ja. Plaatje. En er kwam een nieuw plaatje. Er kwam een plaatje nog bij het vorige, ja. Maar goed, dat is dus afhankelijk van de eigen situatie. Wensen daarbij zijn heel belangrijk. Op het moment dat je goed helder hebt van hoe ziet mijn consumptieplan eruit, dan is dat ook feitelijk de basis voor het vermogensplan. Hè? En dan pas kan je goed je eigen risicoprofiel bepalen en kan je dus stellen... Wat kan je dus zeggen, dat zijn voor mij verantwoorde beleggingen. Mm-hmm. Nou, en als voorbeeld zou ik dan willen meegeven... Stel, u bent 62 jaar, dan gaat u pas met pensioen op 67 jaar en 3 maanden. Met pensioen bedoel ik dat u dan ook AOW gaat krijgen. Ja. U heeft een netto-inkomen van 5.000 euro per maand. U geeft uit 4.500 euro per maand, dus dat is mooi, hè? U houdt geld over... U heeft daarnaast nog eens een vermogen van 200.000 euro. Maar u zou wel heel graag eerder willen stoppen met werken. En wel op 65 jaar. Dat betekent, er zijn overigens nog andere methoden om geld naar voren te halen. Je pensioen bijvoorbeeld naar voren te halen. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ga er nu even van uit dat u geld uit uw vermogen haalt om van te leven. Dat is concreet betekent dat in dit voorbeeld dat u 2 jaar en 3 maanden moet overbruggen. Nou, 4.500 euro, hè, want dat heeft u nodig. Dat betekent 120.000 euro. Dus eigenlijk als we dan naar een beleggingshorizon kijken, dan zou je kunnen zeggen, die 120.000 euro, daarvan, dat valt binnen de 3 jaar. Dus daarmee ga je geen risico nemen. Dus dat laat je op een spaarrekening staan. Maar die 80.000 euro die over is, ja, daarvan is de beleggingshorizon dus wel langer. En daarmee zou je dus meer risico kunnen nemen. Ja. En dat kan je dan gaan beleggen. Ja, en dat zou je kunnen gaan beleggen. Dat is dan als je eerder met pensioen wil. Maar kun je ook even op de situatie ingaan? En er waren toch ook wel aardig wat mensen die... die vraag heb ik nog niet behandeld. Ja, ik ben nu heel nieuwsgierig wat u heeft ingevuld. Maar daar kom ik zo op terug. Sparen of beleggen voor je eigen pensioen. Als je zelfstandig bent, zoals jij en ik. Ja, nou is heel belangrijk. Ja. Zeker als je ondernemer bent, bouw je geen pensioen op. Behalve als je het zelf doet. En dat zou ik ook heel sterk aanraden om dat te doen. Ja. En dan is beleggen,
De meeste ondernemers beginnen toch bij tijds met pensioen opbouwen. Dan heb je dus nog een hele lange horizon. Ja, ga dan beleggen. Op het moment dat je dan spaart, ja, dan doe je jezelf tekort. Ja. Dus dat is zonde. We hebben twee manieren om pensioen op te bouwen. Allereerst de fiscaal vriendelijke manier. Dat doe je in box 1. Dat is een beetje een technisch term, maar in ieder geval betaalt de belasting mee. En dan heb je ook nog eens een voordeel dat de premie die je inlegt en de premie die je mag inleggen is afhankelijk van het inkomen, de winst die je maakt. Dat is aftrekbaar. Dus dat betekent, je legt bruto iets in, maar je krijgt daar een bepaald bedrag jaarlijks van terug. Dus dat is mooi. Je bouwt over dat bruto bedrag bouw je rendement op. Dus dat werkt in jouw voordeel mee. En op een bepaald moment kom je in de uitkeringsfase en dan moet je wel weer belasting betalen. Ja. Dus je hebt eerst belastingaftrek en later moet je wel belasting betalen. Als je werknemer bent, dan zit het iets anders in elkaar. Want de meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioen op. Zit ook overigens gewoon in box 1. Maar dan is de mogelijkheid om zelf iets extra's op te bouwen binnen box 1 is wat beperkter. Het kan wel, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar je kan wel heel mooi, hè, zeker als er per maand geld over is, gewoon vermogen in box 3 opsparen en dat straks gebruiken als aanvulling op je pensioen. En dat is, en dan heb je ook een veel langere horizon, ook al ben je wat ouder, omdat wat Ingmar net zei, het kapitaal is niet direct benodigd, in zijn geheel althans, op de pensioendatum. Je pakt maar kleine plukjes elk jaar, elke maand. Ik weet niet hoe je dat regelt, maakt ook niet uit. Maar dan heb je ook weer een langere horizon. Ja, en dat is toch ook wel weer moeilijk. Want hoe bepaal jij dat dan voor je klanten? Want je weet niet hoe oud je wordt. Dus hoe moet je dan bepalen hoeveel je moet sparen? Nee, dat is ook maar goed ook, hè, dat we niet weten als hoe oud ik wil, als ik 90 word, dan moet ik heel lang mezelf pensioen uitkeren. Ja. Maar misschien word ik maar 70, ja. Ja, nou over het algemeen is het natuurlijk wel zo, naarmate je ouder wordt heb je wel minder geld nodig. Maar in ieder geval, dat is absoluut waar wat je zegt. Maar dan ga ik toch weer terug naar mijn consumptieplan. Want op het moment dat je dat helder hebt, weet je ook hoeveel je moet aanvullen vanuit je pensioenpot of je zelf opgebouwde vermogen. En kan je dat vertalen naar de toekomst toe. En kan je dus ook zeggen, kan je ook uitrekenen hoeveel rendement je minimaal moet halen om die pot voldoende te houden om die gewenste levensstandaard te continueren. Ja. Dus ja, dat is nu misschien een beetje te complex, maar dat is wel wat ik de hele dag doe, zeg maar. Ja. Heel goed. Nou, als je wil weten hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd, waar kan je dat, hoe kan je erachter komen? Ja, dat kan je heel makkelijk terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan alle opgebouwde pensioenrechten van jezelf op en je partner. Dat is een heel mooi overzicht. Ja, zeker als je vaker gewisseld bent of dan weer zelfstandig, dan weer eens in dienst. En zo ziet het er natuurlijk wel uit voor veel mensen. Ja. Ik heb de uitslag van de poll. Als ik zou gaan beleggen, dan is dat voor 48% zegt gewoon meer rendement dan sparen. Dus daar hangt nog niet een heel duidelijk doel aan vast. Maar 40% wil toch pensioen, aanvulling of. Hè? En 3% voor kleinkinderen, 3% voor nalatenschap en 6% anders. Fijn, dank u wel voor de antwoorden. Dat is altijd interessant om te zien. Ingmar, jij gaat laten zien waar Anja het over had. Hoe dat er dan qua rendement uitziet als je gaat beleggen en wat de impact is van bepaalde keuzes die je daarin kan maken. Ja. Maar ik wil wel graag dat je ons vertelt waarom jij denkt dat je hier een onafhankelijk verhaal houdt in plaats van een soort leuk opgepoetst rooskleurig beeld van de bank. Wij van WC Eend verkopen graag WC Eend. Daarom. Ja, nee, die snap ik helemaal. Vandaar ook dat wij bieden tools aan op onze website waarmee mensen zelf kunnen gaan kijken van wat past goed bij mij. Maar die tools, de uitkomsten daarvan worden niet gevoed door ons. Maar die worden gevoed door Ortec Finance. Dat is een extern bedrijf. Die is daarop gespecialiseerd. Doet dat ook voor andere financiële dienstverleners. Ook voor pensioenbeheerders en dat soort zaken. Dus echt een onafhankelijke partij die zorgt voor de uitkomsten. Die komen niet bij ons vandaan. Oké. En als het gaat over die uitkomsten, zitten daar dan nog kosten bij in of daarna? Of?
Nee, de kosten die er zijn worden meegerekend in de scenario's die we laten zien. Dus Ortec weet welke kosten er in rekening worden gebracht en die houdt daar rekening mee en haalt het af van het bruto resultaat. Okay. Dus we laten altijd netto resultaten zien. Goed om te weten. Wat precies die kosten zijn, daar komen we aan het eind van het webinar nog even op terug. Ja. Zal ik het toelichten? Ja, graag. Dit is de tool die iedereen ook gewoon zelf kan gebruiken op onze website. Daar hoef je niet eens voor bij ons voor te beleggen. Dat is voor iedereen gewoon toegankelijk. Het is een beetje in het verlengde van wat Anja net verteld heeft. Dus dan met name het scenario box 3. Hè, dat je zegt, nou, ik heb geld beschikbaar en ik wil dat gaan beleggen binnen mijn mogelijkheden, wat ik zelf wil. Hoe werkt de tool? Aan de linkerkant vul je je eigen uitgangspunten in, die jij kiest, die voor jou, waarvan je denkt dat die voor jou passen. En aan de rechterkant laten we de resultaten zien. Dus wat levert het op in verschillende scenario's? Dus niet alleen in het gemiddelde scenario, maar ook in het slechte of het goede scenario. Begin met dit voorbeeld van stel je bent 60 jaar, je hebt 25.000 euro... en je wil kijken of het mogelijk is om vanaf je 65ste extra inkomen te genereren. Nou, in dit geval, wat vul je in? Ik heb 500.000 euro, dus dat is de eenmalige inleg. Ik heb een periode van 5 jaar, van je 60ste tot je 65ste. En je kiest in dit geval als uitgangspunt, maar dat kun je elke keer weer wisselen. Het zijn knoppen waar je zelf aan kunt draaien. Je zegt, nou, begin eens met een hoog risiconiveau. Wat betekent dat concreet? Dat je dan gaat beleggen voor 70% in aandelen en voor 30% beleg je in obligaties. Vervolgens zie je aan de rechterkant de verwachte resultaten na kosten. En om te beginnen laat ik hier het gemiddelde scenario zien. Dat betekent dat er 50% kans is dat u nog een hoger resultaat haalt, maar ook 50% kans dat er een lager resultaat komt. Dus echt in het midden. Nou, wat je dan ziet is dat als je gaat beleggen, komt het bedrag uit op 22.500 euro ongeveer. En als je alleen spaart, kom je uit op 27.000 euro. Dus dat is een behoorlijk verschil in resultaat. Ja. Maar? Oh. Ja, er is altijd een maar. Beleggen brengt risico's met zich mee. Dus we moeten ook kijken naar het slechte scenario. Wat is het slechte scenario? Dat betekent dat er 90% kans is dat je hoger uitkomt. Maar ook 10% kans dat je nog lager uitkomt. En wat je dan ziet, is dat je geld, wat je hebt ingelegd, die 500.000 euro, aan het einde, na die 5 jaar, gewoon minder waard is geworden. 24.000 euro. Ja, maar 5 jaar, herinner ik me van jouw eerste plaatje, is toch ook net een beetje krap om offensief in veel aandelen te beleggen, hè? Is ook. Dus ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dit hebt gedaan en zegt van, nee, dat voelt toch niet echt goed. Of ja, voelen, het kan ook gewoon een kwestie van rekenen zijn. Je zegt, nou, nee, financieel gezien vind ik het gewoon niet acceptabel. Ja, dan ga je dus aan de knoppen draaien. In dit geval, stel je draait aan de knop risico. Je zegt, nee, ik ga van hoog risico naar laag risico. Want dat is juist het mooie van beleggen. Je bepaalt zelf je risiconiveau. Mm-hmm. En laag risico betekent in dit geval 30% in aandelen en 70% in obligaties. Nou, dan ziet het er opeens heel anders uit. Aan twee kanten, want het is altijd, als je aan knoppen draait, gebeurt er altijd op twee plekken iets. Als je kijkt naar het gemiddelde scenario weer, dan zie je dat je uitkomt op ruim 30.000 euro. Duidelijk minder dan bij het hoog risiconiveau. Maar er is ook iets anders gebeurd en dat is ook wel heel belangrijk om te zien. In het slechte scenario zie je dat je nog steeds een hoger rendement behaalt dan met sparen. En dat is natuurlijk, dat maakt het interessanter om te zeggen, nou, oké, ik ga wel beleggen, maar ik ga met een laag risiconiveau beleggen. Ja, of kan je ook het risico hoog houden, maar de periode verlengen? Kan ook. Dat is zeker een hele interessante optie. Als we kijken hoe dat uitwerkt. Want dan, wat ook Anja vertelde, van, hè, als je langer belegt, als je horizon langer wordt, kun je meer risico overwegen om te nemen. Nou, wat zie je dan terug? Is dat je bij een gemiddeld scenario opeens fors hoger uitkomt. Mm-hmm. Dat komt omdat er nu twee dingen zijn gebeurd. Je hebt en een hoger risico genomen en je hebt meer tijd genomen. Dus dat werkt dan twee kanten heel positief uit. Kijk je naar het slechte scenario, dan zie je dat je nu ook in een slecht scenario met beleggen nog steeds iets hoger uitkomt dan met sparen. Ja. Dus op die manier kun je, zeg maar, door zelf aan die knop te gaan draaien, kijken van wat is voor mij de best passende oplossing, verbonden natuurlijk met je consumptieplan. Dat is altijd je basis. Je
persoonlijke financiële plannen is de basis voor hoe je gaat beleggen, niet andersom. Nou vraagt Carolien zich af, die 25.000 euro die je meteen kan missen, kan je die nou het beste in één keer beleggen of in porties? We komen daar straks nog kort op terug. Ja? Maar ik kan al nou, dan slaan we hem dan over en dan noemen we hem nu. Doen we hem nu meteen. Ook, ja. Daar zijn in principe is het zo, als je meteen begint met het hele bedrag, dan kun je dus maximaal gebruik maken van de factor tijd. Ja. Want als je zegt, nou, ik doe nu een blok, ik doe over een jaar nog een blok, over het jaar daarna nog een blok, dan wordt een deel van jouw geld, en krijg een kortere beleggingshorizon. En tijd is eigenlijk je grootste vriend. Aha. Dat is de ene kant van het verhaal. En wat is de andere kant, Anja? Ja, aan de andere kant, op het moment dat je nu inlegt en de beurs gaat morgen naar beneden, dat is natuurlijk wel heel erg zuur. Ja, want dan vraagt Michiel, daar sluit ik dan maar meteen op aan, wat is nou een goed moment om in te stappen met het beleggen? En dat is een hele goede vraag. Dat weten, maar niemand het antwoord. Niemand heeft het antwoord, nee. Nee, maar eigenlijk maakt het ook niet uit wanneer je instapt. Nee? Nee, hoe gek dat antwoord ook klinkt. Het is natuurlijk zuur op het moment dat je instapt en die beurs gaat behoorlijk naar beneden. Hè? Dat is een heel vervelend moment om in te stappen. Maar factor tijd maakt dat je toch aan het einde van de looptijd wel rendement maakt. Ja. Dus het advies is niet zenuwachtig worden. Gewoon blijven zitten. Weet dat het kan gebeuren. En ja, of je in één keer moet instappen, het is denk ik ook een gevoel. Wat vind je prettig? Ja. Dus zowel Michiel als Carolien kunnen wij geen uitsluitend antwoord geven. Je moet het zelf weten en zelf ervaren waar je je prettig bij voelt. Absoluut, ja. Ja. En nou ja, ik heb zelf, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ook wel eens flinke dips in die afgelopen 20 jaar meegemaakt. Dat je echt dacht, daar gaat mijn pensioen. Maar ja, je leert om een beetje rustig te blijven en dan komt het ook wel weer terug. Ja, en misschien nog als nog aanvullende tip. Het is altijd goed dat mensen zich realiseren dat op het moment dat je iets in de krant leest of iets op het nieuws ziet, dan denk je, oh, dat is slecht nieuws, daardoor zal de beurs wel dalen. Daar hoef je nooit zorgen over te maken. Want al het nieuws wat wij weten, wat wij lezen, is al lang in de koers verwerkt van de beurs. Dus dat gaat heel snel. Hè? Dat gaat binnen secondes tegenwoordig. Ja. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Datgene wat jij weet, weet de beurs ook. En is in de koers. Nou ja, vandaag was er een foto gepubliceerd van een brand in het Pentagon. En op basis van die foto is er voor 5 miljard aan aandelen verdampt of zo. Wat blijkt geen nepfoto te zijn. Dus het gaat inderdaad heel snel. Ja, het gaat supersnel. Maar ook wel op basis van hele weinig goed onderzochte observaties, zullen we maar zeggen. Ja, en dat vind ik eigenlijk alleen maar weer een pleidooi voor beleggen en tegen speculeren. Want speculanten zijn dan, die reageren op dat nieuws omdat ze extra rendement willen behalen. En zeker als het nieuws dan ook niet eens klopt, kost het je een boel geld. Ja. Dus rustig blijven. Goed, we gaan naar het tweede voorbeeld, Anja. Want er zijn dan maar 3% van de mensen die zeggen, ik doe het voor mijn kleinkinderen. Maar we gaan toch even op die optie in, want dat is wel een interessante. Ja, zeker. Ja, dat verbaasde me inderdaad wel, want ik herken het zelf niet. In mijn praktijk doen heel veel klanten dat, voor een kleinkind geld sparen of beleggen, hoe je het wil noemen. Dat is ook nog wel eens interessant. En waarom? Omdat je mag als grootouders zijnde, mag je van de Belastingdienst circa zo'n 2400 euro per jaar aan je kleinkind schenken. Een ander bedrag dan je aan je eigen kind mag schenken, maar aan je kleinkind is dat ongeveer 2400 euro. Nou, als je dat vanaf de geboorte doet en dat kind, dat kleinkind, dat kan daarover beschikken als hij of zij 18 is. Dat kan voor een rijbewijs zijn, dat kan voor een studie zijn, dat kan voor misschien de inrichting van een huis zijn, dat maakt dan niet uit. Dan heb je daar toch wel een heel mooi kapitaal voor bij elkaar gespaard, belegd, hoe je het wil noemen. Overigens is het wel zo, als je dat doet, dat is wel even goed om te benoemen, als je rekening opent op naam van het kleinkind, dan valt het, zolang het kleinkind onder de 18 is, wel onder het vermogen van de ouders. Dus daar kan het wel belast worden. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Maar in ieder geval, dat is wel even belangrijk om te weten. Ja. Maar nu even een voorbeeld. Je mag dus 2400 per jaar schenken aan je kleinkind. Dus 200 euro per maand. Maar stel nou dat je 100 euro zou doen. Vanaf de geboorte heb je een beleggingshorizon van 18 jaar. Dus met andere woorden, hè, je kan best wat risico lopen. Die looptijd is heel erg lang.
Dus aandelen beleggen. Ja, dan betekent het bij een prognoserendement van zo'n 5%, en dat is vrij defensief volgens mij geprognotiseerd, heb je toch een kapitaal bij elkaar gespaard van zo'n 35.000 euro. Ja, en dat is toch wel een heel mooi startkapitaal voor je kleinkind, lijkt mij. Lijkt mij ook. Kun je dat ook nog eens laten zien in die tool? Ja, graag. Want in dit geval hebben we het is weer dezelfde tool die u ziet. In dit geval aan de linkerkant maandelijkse inleg, wat Anja ook zei, van 100 euro. Het aantal jaar is 18 jaar. Dus je begint dan echt bij de geboorte van je kleinkind, begin je met het opbouwen. In dit geval ook voor een offensief mixfonds gekozen. Juist omdat die beleggingshorizon zo lang is. Dus dat betekent weer 70% in aandelen, 30% in obligaties. Dan ziet u aan de rechterkant de scenario's weer terug. Hè. Gemiddeld 50-50, 50% kans dat het meer of dat het minder wordt. Slecht scenario, 90% kans dat het meer wordt, 10% kans dat het nog minder wordt. En wat je dan terugziet, dat bedrag wat Anja net noemde van 35.000 euro, nou, dat bereid je dan ook in dit voorbeeld bijna. Daar zit maar iets van 19 euro terug tussen, geloof ik. Maar zelfs ook hier weer in een slecht scenario heb je nog steeds per saldo meer geld opgebouwd dan je hebt ingelegd. Dus je hebt nog steeds een positief rendement. En ook hier weer draai aan de knoppen. Kijk wat je zelf voor ogen hebt voor je kleinkind. En ja, ik hoop dat we hier wat mensen mee stimuleren om dit te gaan doen. Ja, zeker. Nou, een derde optie die ook in het vragenlijstje stond was het vermogen opbouwen voor de nalatenschap. En daar is ook een vraag over gesteld van Martine. Die je misschien even mee kan nemen in je antwoord. Kun je beleggingen erven of vererven? Dus eigenlijk ja, meegeven met de erfenis. Ja, zeker. Daar zal ik absoluut iets over zeggen. Ja, wat ik heel vaak hoor in de praktijk is dat mensen die al wat ouder zijn, hè, dus die met pensioen zijn, zeggen van ja, ik ga niet meer beleggen, want ik heb het niet nodig. En waarom zou ik nu nog gaan beleggen? Nou, ik denk juist dat het, zeker als je niet afhankelijk bent van dat vermogen, dat het juist het moment is om te beleggen. Oh ja? Dat denk ik wel, want omdat je er niet van afhankelijk bent, kun je dus meer risico lopen. Is je beleggingshorizon lang, want je hebt het feitelijk niet op korte termijn nodig. En hoe oud we worden, dat weten we niet. Want als je het namelijk niet doet, dan wordt op een gegeven moment het kapitaal ingehaald door de inflatie. Als je het op een spaarrekening laat staan, dan zie je dat de inflatie het kapitaal inhaalt. En dat is natuurlijk zonde, te meer ook dat als je weet dat je aan het einde, hè, op het moment dat je definitief je ogen sluit, komt de fiscus weer om de hoek kijken en moet er erfbelasting betaald worden. Ja, flink ook. Ja, nou en hoe mooi is het dan als je dan al extra rendement hebt gerealiseerd, waarmee je daar een deel van kan betalen. En op de vraag van, ik weet even niet haar naam niet. Ja. Ik weet het ook niet meer. Nee, maar goed. Maar op de vraag terug te komen van, kan dat overgedragen worden? Ja, dat kan zeker. Dus het is niet zo op het moment dat je zelf niet meer leeft, dat het dan verkocht moet worden. Nee, het gaat over op de erfgenamen, het beleggingsdepot. En zij bepalen wat wil ik met dat beleggingsdepot gaan doen. Helder. Ingmar, ik heb ook nog een vraag voor jou. Van Joselien. Ik ben wel benieuwd hoe het effect van de inflatie wordt meegenomen. Want uiteindelijk gaat het toch om koopkracht met geld. Dus in die rekentools over 10 jaar, zit daar ook inflatie? Of hoe moet je dat zien? Interessante vraag. Laat ik daarmee beginnen. En inflatie is heel relevant. Het nominale bedrag zien, gewoon het bedrag in euro's. Dus we corrigeren niet voor inflatie. Maar zeker wel goed om dat voor jezelf wel mee te nemen in je overwegingen. En wat Anja net ook al aangaf, dat is een argument extra om te overwegen om te gaan beleggen. Bij hoge inflatie kan je beter beleggen? Ja, ten eerste omdat inflatie hakt net zo hard in op spaarvermogen als belegvermogen. Ja. Dus het is goed om je te realiseren dat als je alleen maar spaart, dat uiteindelijk de inflatie gaat je geld gewoon opeten. Want over 10 jaar kun je veel minder met je geld dan dat je er nu mee kunt. Ja. Dus dat is een aspect om rekening mee te houden.
Plus het feit, en dat is een wat gemengd verhaal en daar zit ook een dubbel iets in, maar wat je ziet is wel dat bedrijven zijn over het algemeen in staat om die inflatie te verwerken in de prijs die ze aan consumenten rekenen. En dat is natuurlijk niet helemaal positief, hè? De term grijflatie word je niet blij van. Maar voor jou als belegger is het in die zin wel goed nieuws dat jij dus dat bedrijf kan die inflatie in de prijs verrekenen, dus blijft evenveel winst maken. Dus jij per saldo als belegger hebt veel minder last van inflatie. Mm. Dus ja, dus ja, wat dat betreft heeft beleggen dan ook op dat aspect wel voordelen. Ja, oké, dankjewel. Dank jullie wel ook voor de interessante vragen. Heel goed. Ja, nou, we komen een beetje in de richting van... U wilt misschien wel beleggen. Waarin dan? Gaat uw voorkeur dan uit bij beleggen naar beleggingsfondsen? Of wilt u gewoon echt in losse aandelen en zelf spreiden? Of gaat u het heel spannend maken met beleggen in crypto's? Of heeft u nog geen idee? Volgende blok, blok 4, laatste blok. Kies uw beleggingsoplossing. En dan gaan we eens even kijken wat je dan kunt doen, waar je in kunt beleggen. We hebben natuurlijk niet een totaal overzicht. Ook daarin kijk eens naar andere ASN-webinars. Maar we willen wel graag laten zien wat ASN dan te bieden heeft, Ingmar. Ja, en ik... Zeker als er mensen kijken die nog geen ervaring met beleggen hebben, kan ik me best voorstellen dat dat spannend is. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom ASN Bank er heel bewust voor heeft gekozen om alleen maar beleggingsfondsen aan te bieden. We hebben er 12, een overzichtelijk aantal, omdat wij denken dat allerlei specifieke keuzes voor de meeste beleggers eigenlijk helemaal niet zo interessant zijn. Mm-hmm. Waarom dan juist beleggingsfondsen? Nou, een aantal redenen. Aan het begin van het webinar zeiden we ook al, spreiding is superbelangrijk. Is essentieel. En met het beleggingsfonds zorgt de fondsbeheerder ervoor dat die heel goed spreidt. Als voorbeeld het ASN Duurzame Aandelenfonds, er zitten meer dan 100 bedrijven in. Dus daarmee zorg je voor een goede spreiding over de hele wereld. En die fondsbeheerder zorgt ervoor dat het echt duurzame bedrijven zijn. En dat die bedrijven financieel gezond zijn en een goede verwachting hebben. Mm-hmm. En dat is voor jou als particuliere belegger best moeilijk om dat zelf te doen. Daarnaast hebben beleggingsfondsen als groot voordeel dat je ze heel eenvoudig kunt aankopen en dat je ook met kleine bedragen kunt beleggen. Ja. Dus dat zijn de belangrijkste redenen waarom wij kiezen voor beleggingsfondsen. Van die 12 zijn er 5 mixfondsen. En mixfondsen hebben nog weer het extra voordeel dat je je dus heel goed spreidt over Want aandelen. Want mix betekent een mix tussen aandelen en obligaties. Correct, ja. Ja. En daarnaast, ze zijn gekoppeld aan het risiconiveau. Dus je ziet meteen van welk mixfonds heeft welk risico. Dat is meteen zichtbaar door de naam van het mixfonds. Dus dat zijn extra voordelen. Wel meteen erbij zeggen dat die voordelen, daar betaal je ook voor. Daar zijn ook kosten aan verbonden. Dus goed, omdat we ook daar kritisch naar te kijken. En je blijft risico lopen. Ook met beleggingsfondsen loop je nog steeds risico. Ja. Nou, als mensen bij jou komen en ze willen hun geld meer laten renderen, je hebt al een paar dingen genoemd, maar wat is er dan nog meer mogelijk behalve beleggen? Ja, je kan ook kijken naar bijvoorbeeld, is aflossen van je hypotheek interessant? Daarvoor zou ik wel, dat is een te complexe materie om dat zelf uit te zoeken. Dus daarvoor zou ik wel een hypotheekadviseur of een andere adviseur raadplegen om daarnaar te kijken. Maar het kan interessant zijn. Aan de andere kant zit je vermogen dan wel vast in steen. Hè? Dus flexibiliteit wordt dan wel wat minder. Maar wat ik wel heel vaak zie, ik begeleid heel veel ondernemers. En die ondernemers vinden het heel fijn om ook andere ondernemers te helpen. In de vorm van geld lenen. Daar krijgen ze dan een bepaald rentepercentage voor. Ja, dat is ook een vorm van investeren. Een andere mogelijkheid is ook om het te schenken aan de kinderen. Als je erfbelasting wil besparen, ja, dan is schenken aan de kinderen met warme hand echt wel een van de mogelijkheden om dat te doen. Wat bedoel je met warme hand? Nou, warme hand wil zeggen dat je het zelf nog leeft en dat je hand nog warm is. En een warm gebaar, maar dan ben je nog niet koud. Ja, dan ben je nog niet koud. Ja. Morbide, ja. Want op het moment dat je echt maar overleden bent, ja, dan is het niet meer schenken, maar dan is het erven. Ja, en dan zit je met die belasting succes. Ja, overigens zit je met schenken ook met belasting, maar daar zitten wel wat meer mogelijkheden aan gekoppeld. Ja, oké. Okay. Hoe intensief moet je ermee bezighouden met die beleggingen? Want dat is ook nog wel een aspect, denk ik. Ja, ik denk de meeste mensen die ik spreek, ja, die willen daar helemaal niet veel tijd aan besteden.
Die willen juist ontzorgd worden. Ja. En die hebben een plan voor de toekomst. En dat staat. En die beleggingen zijn ingevuld. En dan willen ze niet dagelijks naar die beleggingen kijken. En dat hoeft ook niet. Ik word er maar zenuwachtig van. Ja, nou dat is ook zo. En er zit natuurlijk een fondsbeheerder op. Hè, die daar echt goed naar kijkt. Of die beleggingen nog goed zijn. Dat hoef je zelf niet te doen. Maar je krijgt niet, Ingmar, een seintje van de bank. Uw beleggingen zijn met 10% in waarde gedaald. Let op. Nee, eerlijk gezegd, wij sturen wel eens een bericht van hey, er is iets aan de hand of de beurzen zijn gedaald. En het enige wat we daarover zeggen is, dat hoort bij beleggen. En als je voor de lange termijn belegt, beleg je voor de lange termijn. Ja. En dat blijft gewoon als een paal boven water staan. Ja. Dat verandert niet. Maar wat wel belangrijk is, en dat wil ik nog wel even benadrukken. Dus niet specifiek bezighouden met inhoudelijk, hè, als het gaat om de beleggingen. Maar wel goed je risicoprofiel in de gaten houden. Dus op het moment, zeker als er iets in jouw persoonlijke situatie wijzigt. Dan moet je nog wel goed kijken. Past dat risicoprofiel waar ik destijds voor gekozen heb, past dat toch wel bij me? Ja. Of neem ik nu te veel risico of misschien wel te weinig? Dus gewoon één keertje per jaar even de boel tegen het licht houden. Of als je persoonlijke situatie verandert, scheiding, verhuizing, wat zeker dan ook. Dan moet je er ook opnieuw naar kijken. Ja. En een mooi moment is de aangifte inkomstenbelasting. Kan je meteen even kijken van even temperaturen. Heel goed. Dan ga ik nu naar de uitslag van de derde polvraag. De meeste mensen, 68%, zeggen nou, ik ga voor de beleggingsfondsen. 8% wil kiezen voor aandelen, 1% wil toch spannend naar de crypto's en 23% heeft nog geen idee. Ingmar, als je nou nog geen idee hebt, hoe helpt ASN klanten daarmee? Ja, we hebben daarvoor een tool ontwikkeld, die heet De Keuzehulp, voor de hand liggende naam. En wat die doet is met name vragen stellen waarmee je voor jezelf kunt bepalen wat past goed bij mij. Mm-hmm. Want het algemene principe is dat er zijn geen goede of slechte oplossingen, maar er zijn wel oplossingen die beter of minder goed bij je passen. En de keuze helpt jou om te bepalen wat past goed bij mij, wat is voor mij een goede beleggingsoplossing. Ja. Wat voor soort vragen staan er dan bijvoorbeeld in? Ja, dat begint niet simpel, maar het begint wel bij de basis van hoe lang heb jij geld vrij beschikbaar? Oh ja. Dus als jij zegt van nou, dat is 2 jaar, dan is het antwoord al meteen van ja, dan kun je niet beleggen. Want daar is een termijn van 3 jaar het minimum voor. Gaat ook een vraag van wil je veel spreiden of wil je juist gericht beleggen? Dus met name kijken van wat wil je om aan te kijken van wat is voor jou dan de passende oplossing? Ja. Ik heb nog een vraag over voor die keuzes. Kun je meerdere bedragen inzetten voor verschillende risico's en tijdsplanning? Bijvoorbeeld 20.000 euro veilig voor 5 jaar en 20.000 euro hoger en 10 jaar. Is dat slim? Super slim. Ja? Ja, echt. Mooie vraag. Ja, daar word ik blij van. Oké. We hebben nog eens toelichting. Want wat Anja ook vertelde, je basis is je financiële plan. En je kan zijn dat je in je financiële plan meerdere doelen hebt en meerdere wensen hebt. En dan is het ook heel verstandig als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb over 10 jaar wil ik iets doen, daarvoor heb ik geld beschikbaar. Dan kan het zijn dat je nou, dan wil ik een bepaald risico voor nemen. Dan zet je dat apart met een eigen, bijvoorbeeld een mixfonds voor dat risiconiveau. En dan maak je een aparte rekening voor iets anders wat je bijvoorbeeld over 5 of over 15 of over 20 jaar pas nodig hebt. Ja. Dus hou het vooral goed gescheiden. Want dat geeft ook goed overzicht. Dan hou je overzicht. Ja, ja. Oké, perfect. Eens even kijken. Ja, en ASN biedt natuurlijk duurzame beleggingsfondsen aan. Nou heet tegenwoordig alles al duurzaam. Dus kun je even kort vertellen waarom je denkt dat ASN echt duurzame beleggingsfondsen heeft? Ja, nee, dat klopt. Wij zijn met duurzaam beleggen bezig sinds 1993. Dus we hebben daar veel ervaring mee. En wat we zien, zeker de laatste 5 jaar, is dat duurzaam beleggen is gewoon populairder geworden. Steeds meer mensen willen dat ook. Dus steeds meer partijen bieden dat ook aan en noemen ook hun oplossingen duurzaam. Maar er zijn hele grote verschillen tussen duurzaam en duurzaam. Er is ook een webinar wat we recent daarover hebben gehouden, juist om dat goed uit te leggen. En een van de belangrijke dingen als je kiest voor beleggen bij de ASN-bank en voor de duurzaamheid van de ASN-bank, wij kiezen echt. Dus wij sluiten ook uit. Wij zeggen bijvoorbeeld niet van nou, je hebt allerlei fossiele brandstoffenbedrijven, dan kiezen we maar de minst slechte.
Nee, die doen gewoon niet mee. Nee, want een beetje slecht is ook slecht. Daar kun je geen compromissen in gaan sluiten. Zo werkt dat niet. En bij ASN beleg je misschien deels voor jezelf, maar deels ook wel voor de impact die je absoluut op een positieve manier kunt maken. En dat maken jullie ook inzichtelijk. Klopt, dat laten we ook zien. Als een klant bij ons belegt, dan laten we dat ook zien. Dan laten we ook voor de eigen portefeuille zien waar je duurzame impact maakt en hoeveel. Dat noemen wij duurzaam rendement. Ja, nou dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar we willen natuurlijk ook nog wel even weten de impact op onze portemonnee van al dat werk wat jullie doen om die duurzaamheid te checken en te garanderen. Ja. Nou, ik heb daarvoor, om dat concreet te maken, een rekenvoorbeeld meegenomen. Ik ben even uitgegaan van €100, om ook te laten zien dat je prima kunt beleggen met kleine bedragen. Wat u hier ziet is, stel u belegt €100 bij de ASN-bank. Dan betaalt u kosten aan de bank. Dan betaalt u voor de afschriften, voor het kunnen aan- en verkopen. Want die zitten in die kosten verwerkt. U krijgt daarvoor de dividenduitkeringen regelen wij voor u. We bieden u allerlei tools aan. Daar betaalt u 0,3% per jaar voor. Nou, bij €100 is dat 30 cent. Daarnaast heb je natuurlijk het fonds zelf. Het fonds zelf, dat is iets los. En dat fonds, daar zit een fondsbeheerder. Dat is een groep mensen. Dat klinkt alsof het één persoon is, maar het is een hele groep mensen die dan dagelijks bezig is om uit te zoeken welke bedrijven zijn echt duurzaam. Welke bedrijven hebben een financiële zijn gezond, hebben een goede verwachting. Dus er zit heel veel research achter. Daarnaast moeten die fondsen ook regelmatig kopen en verkopen doen. Van aandelen of obligaties of van beide. En daar betaalt u dan 1,03% per jaar voor. Overigens zijn deze kosten al in de koers verwerkt. Dus die betaalt u niet apart. Dat is in de koers verwerkt. En we hadden ook altijd de netto rendementen zien. Dus de rendementen na kosten. Ja, ja. Maar dus al die rekentools die nemen altijd al mee. Ja, absoluut. Ja, dat is wel fijn. Dat geeft wel overzicht. Nou, dan gaan we naar het laatste vraag. En die vraag werd ook hier gesteld. De belastingen. Is er een verschil tussen sparen en beleggen als het gaat om de belastingaangifte? Nou, die is er zeker. Absoluut. Laat ik even beginnen om te zeggen dat we twee boxen stelsel. We hebben er drie overigens, maar box 2 geldt in dit. Wordt dat niet meegenomen. In box 1 zit uw inkomen, zit uw eigen woning als u die heeft en zit uw pensioen. En in box 3 zit uw spaargeld, uw beleggingstegoeden, eventuele tweede huizen, vorderingen, dat soort zaken. Nou, laat ik even beginnen met box 3. Allereerst is er sprake van een vrijstelling van €57.000 per belastingplichtige. Als u getrouwd bent, betekent dat 2 keer 57.000, dus €114.000. Alles wat u daarboven heeft staan, wordt belast. Nou, en dan antwoord op de vraag of er verschil is tussen beleggingen en sparen. Zeker. Voor beleggingen is het huidige tarief op dit moment, fiscale tarief praat ik dan over, 2%. Hmm. Dus dat is best fors. En voor sparen ligt dat maar op 0,12%. Dus daar zit echt een behoorlijk verschil in. Ja, dat moet je dus ook echt wel meenemen in je overwegingen. Ja. Absoluut. Nou, we gaan naar het einde toe van dit webinar, waar we gekeken hebben wat er allemaal komt kijken bij sparen vanaf je 50ste. Of beleggen vanaf je 50ste. En dat het zeker wel zin heeft, want het kan nog doorgaan na uw overlijden. U kunt het voor uw pensioen, voor kleinkinderen. Maar u moet ook wel heel goed kijken wat u echt kan missen, met welk geld u kan spelen en bereid bent risico te lopen. Daar kunt u het beste zelf de afweging in maken en de tools op de site van ASN Bank kunnen u daarbij helpen. Voor we u laten gaan, nog een belangrijke vraag, want we willen heel graag weten, bent u inmiddels van plan om te gaan beleggen? Misschien heeft u daar nu al wel een idee van. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet u nog niet. Nee, waarschijnlijk niet. Ik wil er geen antwoord op geven of niet van toepassing. Het zou leuk zijn om dat nog even van u te horen. Ik had al gezegd, u krijgt straks een mail met daarin de informatie die ook in het webinar besproken is, zodat u goed overzicht ook de tools die Ingmar besproken heeft. En u kunt het webinar ook terugkijken en ook andere webinars over duurzaam beleggen onder andere. Ja, ik laat ook nog even deze disclaimer zien. Dat vinden wij toch erg belangrijk om u te vertellen dat u geen advies hebt gekregen van ons in dit webinar om te gaan beleggen. Dat u echt zelf de afweging moet maken of u
dat wilt. Hopelijk hebben we objectieve informatie kunnen geven. Ook met de hulp van Anja als onafhankelijk financieel planner. Dus dankjewel Anja dat je bij ons was. En natuurlijk ook dankjewel Ingmar. En ja, ik hoop dat er genoeg tijd is om nog even het antwoord te geven op die polvraag. Even kijken of ik niet te snel was, want het kost altijd een beetje tijd. Bent u van plan te gaan beleggen? Nee, ik heb ze nog niet binnen. Nou, dan kan ik u nog wel vragen of u alstublieft de evaluatie in zou willen vullen. Dat is voor ons altijd heel belangrijk om te weten hoe we het gedaan hebben, waar we kunnen verbeteren en of u nog ideeën hebt. En zo is dit webinar natuurlijk ook tot stand gekomen, doordat kijkers ons zeiden, hey, hoe zit dat op latere leeftijd beleggen? Dus evaluatie even kort invullen, daar zouden wij heel dankbaar voor zijn. En dan heb ik de uitslag van de poll nu. 68% van u zegt, ja, ik denk dat ik wel ga beleggen. 28% moet er nog wat langer over nadenken. 1% waarschijnlijk niet. En 3% niet van toepassing. Nou, hartstikke fijn. Dank u wel voor het zo actief meedoen met de vragen stellen. Toch, dat heeft het voor ons ook levendig en leuk gemaakt. En we zien u graag een volgende keer terug bij een webinar van ASN Bank.